Goeiedag. De herfst die laat zich van zijn natte kant zien. Bladeren op de grond, grote plassen. De komende dagen komt daar heel weinig verandering in. Gelukkig zijn er natuurlijk wel af en toe droge momenten. En dan is het toch wel genieten in de natuur. Met die herfstkleuren die er nu zijn, ziet het er prachtig uit. Maar neem wel de paraplu mee, want vrijwel iedere dag is er nattigheid te verwachten. Ik begin deze verwachting eventjes met de kaarten van de bovenlucht. En we kijken nu naar zo'n 10 kilometer hoogte. Dat is ongeveer het niveau waar de straalstroom voorkomt. Dat is een band met hoge windsnelheden en die stuurt vaak het weer aan de grond en zorgt er ook voor dat het weer aan de grond flink kan activeren. Als een lage drukgebied onder zo'n straalstroom doortrekt, dan kan die flink uitdiepen, zoals we dat noemen. Dan wordt de kerndruk heel laag en dan wordt dat lage drukgebied heel erg actief. En hier zien we zo'n band met die hoge windsnelheden over de oceaan richting Frankrijk trekken. En aan de noordzijde dan schieten die lage drukgebieden eerst onder de jetstream door en diepen ze flink uit. En dat betekent dat we te maken gaan krijgen met zeer actieve lage drukgebieden. Ik ga er zelfs vanuit dat in de tweede helft van de week, bijvoorbeeld boven Groot-Brittannië, het toch enige tijd kan gaan stormen in sommige regio's. Het lijkt erop dat de meest zware windvelden niet bij Nederland komen, maar boven de Noordzee blijven. Maar toch, we krijgen wel wat onstuimiger weer in de tweede weekhelft. Laten we maar eens naar die grondkaarten gaan kijken en dan zien we inderdaad lage drukgebieden boven de oceaan met de neerslagzones en die gaan steeds actiever worden naarmate de week vordert. En dan af en toe schiet er zo eentje ten zuiden langs en dat betekent nog meer slecht weer, laat ik het zomaar omschrijven. En ook in het weekeinde, dan hebben we te maken met een enorm lage drukgebied boven Groot-Brittannië. Heel veel blauw, heel veel neerslag, een tweede kern zelfs van het lage drukgebied dat voorbij gaat komen. Dat betekent dat het weekend er toch ook wel zeer wisselvallig uitziet. En wat dan verder opvalt is dat achter het lage drukgebied aan de westzijde een meer noordelijke stroming op gang gaat komen. En dan kan de zeer koude lucht vanuit het noorden richting Ierland trekken. En dat wordt dan ook op een gegeven moment aangevoerd richting Nederland. En daardoor zal het volgende week duidelijk wat minder zacht zijn. Want deze week is het nog wel vrij zacht. Temperaturen rond de 13, 14 graden bijvoorbeeld dinsdag. Dat is vergelijkbaar met de temperaturen die we ook vandaag zagen op maandag. Verder wisselend bewolkt weer. Zo af en toe kan de zon wel even doorbreken. En er trekken een paar buien over het land. De meeste buienactiviteit wordt in het noorden en noordwesten verwacht. Daar kan ook flink wat neerslag gaan vallen. In het zuiden, daar lijkt het over het algemeen wat rustiger te zijn. De dagen erna blijft het dus zeer wisselvallig. Die tweede weekhelft nog meer bewolking en ook perioden met regen. En dan kan het ook stevig gaan waaien boven land. Af en toe een vrij krachtige wind. Windkracht 5 zien we hier. Temperaturen 13, 14 graden, maar vanaf vrijdag dus wat lagere temperaturen. En ja, het weerbeeld daarbij is nog steeds erg bewolkt. En ik gaf al aan dat volgende week die temperatuur wat lager gaat worden. Kunnen we ook mooi zien in de pluim. Want we beginnen nog met die temperaturen zo rond die 14 graden. Maar richting het weekeinde zakt die temperatuur dan. En uiteindelijk zitten we op maxima rond de 10 graden. En kunnen de nachten geleidelijk aan ook wat kouder gaan worden. En hoe zit het dan met de neerslagkansen? Nou, eigenlijk gaat dat gewoon door. Maar we hebben deze week vaak te maken met regengebieden die overtrekken. In de tweede week, volgende week, dan zijn het vaak buien die vallen. Maar van beide word je gewoon nat. Nog een fijne dag.